Yo boys, welkom bij deze nieuwe video. Ik loop hier even over een dijk, want ik dacht ik wil even toch een kort woordje doen. Maar ik wil even iedereen die aan de video's heeft geholpen of erin zit. Al zit je er een shot in of heb je een keer gefilmd. Ik wil gewoon echt iedereen bedanken die er een keer aan mee heeft geholpen. Ik wens iedereen een hele fijne feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar. Het zijn alle hoogtepunten van het afgelopen anderhalf jaar. Dus sinds de eerste video. Een hele lange video van 1 uur en 20 minuten. Geniet er lekker van. De bedoeling van de video is altijd mij geweest. Dat ik dus alles kan terugzien wat ik in mijn 20ste deed. Ik hou van iedereen met heel mijn hart die in de video zit en die eraan meewerkt. Wil ik trouwens ook nog zeggen wat ik zo tof vind. Want deze hele groep mensen die nu volgen zit op 876 abonnees. Lijkt weinig, maar als ik naar een festival ga, kom ik altijd iemand tegen die de video's kijkt. En daar heb ik altijd een heel lang gesprek mee, of in de stad. Dat vind ik gewoon fucking dik. Dat we echt gewoon een soort groep hebben met mensen die allemaal dezelfde humor hebben en die allemaal genieten van de video's. Fijne feestdagen nog. Houdoe. Nog, dat is die kaas van mijn moeder. Nee, dit is geen kaas, man. Wat heb je dat gezegd? Hierna, Abu Dhabi! Ja, ja, Wacht even, dat is het. Ja, 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 ja. 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 Ja,
Wat even weer mayo. Ik moet echt veel meer mayo hebben, ja. Ja. Wat? Wil je mijn pik hebben vanavond? Kom maar. Ik struin. Doe van de zijkant. Ik wil hem van de zijkant. Well, to drive. Net bij Boys van Reefleef en omdat ik altijd een appelmoesje maak, ga ik zoals cadeautje. We hebben space cake, smakelijk. Dit is zo fattig. Ik heb een flits in mijn gezicht. Heel stoot. Ik ben echt mega stoot. Ik sta ook helemaal niet te lachen. Het is wel weer een bizarre avond gehad. Boysdance was het trouwens. Ja toch, Boysdance. We hebben weer een fantastische avond gehad terug. We gaan in de jungle. Zie ik je skaf uit? Nee. Dus we zien ontvalt met je shot alle tijd. Heb je nog iets te zeggen? Voor de wedstrijd? Ik hoop een vaart. There's a golden sky and a sweet silver song. Yeah! Yeah. Net voordat ik de Peppers PE ga spuiten. Of Dirk gaat spuiten. 2, 1. Wat? 3, 2, 1. Het is gewoon verre volgens mij. Mama, dit blijft kanker. Het is helemaal geen pijn. Het is wel pijn, ver. Dit is gewoon ver. Dit is gewoon. Dit is gewoon rode ver. Die heel lang op je gezicht blijft zitten.
plan is dat we knakworsten tussen de tenen van Arie gaan doen. Terwijl hij slaapt. Oké. De changing plans. Stanley is super moe. Die wil zijn knakworsten niet meer geven. Dus we gaan nu eerst een paar chips naar hem gooien. En kijken of we chips tussen zijn tenen krijgen. En daarna gaan we pinda's naar hem gooien. Welcome to Olympic Darts. Het is Dr. Bieber in real life. Hey, heb je je frisdrank op? Frisdrank? Proeft hij naar mayo? Proeft hij naar mayo? Man, ben je kanker serieus? Geef maar je broodje. Auf Wouten! Oh, het broodje staat vast. Nee. You broke it. Wat is dat? Heren. Hey, we gaan alles missen. Do it perfect trick shot. Circle! To, the special business you have. The Dutch Bar Challenge. Kom met mij mee, ja, kom dan schatje, ik neem je van achter. Ja, ik neem geen Connie Nana, wij hebben vanavond kinderen. Ik ga met je om mee, ja, ik heb niks gefixt, ja. Ik heb niks gefixt, ja, ik ga zo meteen naar mijn bed toe. En dan doe ik met mijn handje aan toe. Ik ben een beetje zielig, ik ben depressief, Ga man. Gaat het, man? Ben je niet ziek? Gaat het? We zijn er voor jou, man. We zijn er voor jou, man. Hey, gooi die bars. Ga blaffen. Hey, bro. Come on!
Kom aan, Gijs! Kom aan! Ja! Kom aan! Kom aan! Lekker, man! Lekker, man! Oké, nou, wat heb jij de afgelopen weken als project gedaan? Ik heb de afgelopen weken hebben wij een beetje bij Gijs nep comments, nep likes. En als kosten dat hij echt dacht van ik ben een influencer, ik begin in het algoritme te raken, dacht hij dat hij op iedereen's verkennis stond. Maar dit zijn wel hele neppe likes. Eigenlijk wil ik een beetje goede likes op, maar dat kost wel geld. Slechte 4G. Ja, vandaag is de boksenwedstrijd gewonnen. KU. Mongol boksen. Geen klasse. Je boxen met voorheen, ik heb het gehoord. Ja, Milo, vertel eens. En jij, Ronnie, heel bizar, ik zit weer in een timeline nu. Wat? Allemaal mijn gasten die ik niet ken. Ik zit weer in een timeline, heel ziek. Ja? Wat zeggen ze? Zo, wat komt hier op mijn verkennen? Shit, hey, ik zit weer in een timeline. Weer, hè? Ik weet echt niet, man. Elke 10 seconden krijg ik een comment bij, heel ziek. Stel je gaat ineens gewoon viraal vragen. 140 likes in één keer. Hoeveel likes heb je al? 145. Zijn we nou gedrukt? 155! Toen schrijf ik een sponsordeal aan, maar. Die, maar die krijg ik laatst, hè. Wacht, ja, wat? Mijn vader moet het zeggen. Nou, misschien hierdoor van grotere. Ik heb vorige keer een sponsordeal gekregen. Ik zweer het, bro. Geen fatsoen. Wat dan? Alleen maar voor iets van drie van die kettingen. Ik krijg een keer een bericht van mijn account met 900k volgers. Die sturen mij in één keer, I would like to ask you to be one of our promoters of this... Of this. Even kijken of ik die DM nog heb. Ik heb sowieso naar Olly gestuurd. Hey, zullen we zo weten in ketchup? Deze man is helemaal verdwaald in Insta, hij zit al 10 uur te scrollen in Insta. Ik vind het heel vaak, het is nou al de derde keer. Ik vind het bijna niet dik. Ja, ik vind het aan de ene kant dik, maar aan de andere kant ook weer niet echt. Kijk, en daarom eerst wilde ik gewoon een grap uithalen van ik wilde gewoon, niemand had open account toch, behalve jij. En toen dacht ik, oh, sap, ik koop wel eens een paar likes. En toen gooide je ineens van, ik kom in een timeline en zo. En toen dacht ik ineens van, we gaan gewoon doen alsof jij influencer aan het worden bent. Maar, en je trapte er helemaal in. Wij moeten beseffen, die bokswedstrijd was ook perfect in de maand getimed. Want toen later kwamen we er eens achter van, kut, die bokswedstrijd komt. We wisten natuurlijk echt, 1000% als je hebt gewonnen, ga je deze pik aan zetten. Dat hadden we al helemaal gepland. En het ging alles volgens plan houden. Je bent in de maling genomen, jongen. Ik had al wel iets aan. Maar je had het niet door. Ik dacht dat Sil zo eerst en Arie, want Arie een beetje vaart. Arie had zo gegeven. Ja. Hey, maar boys, luister. Je had hiervoor ingegaan, jullie morgen met mij de boksring in.
doe deze ook, doe deze ook. Ja, ja. Maar nu wel. Hij is zo aan het filmen deze jaar. We zien het al. Er is geen leven meer, maar. Are you from Zwijf, bro? Hello, how are you doing? Oh, my name is Fred. Hello, Lord. Hello, Lord. Turn on. Besneden en bezeten, dat is wat ik ben. Ik heb geen besneden pik. Ik ben wie ik ben. Hij deed niet. Doe het dan. Het gaat niet goed met OG Pipi, man. Veel niet goed, man. Half English. Yeah. Hello, my name is Holger Pip. How are you doing? I'm great. Do you speak English? I'm from Brixton. I'm from Leeds. Yeah, nice to meet you. It's really great to see you there. Brixton, nice to meet you. Come on, let's go have a drink. Hey! De bruine bladzijde. Dix boek. Project bruine bladzijde gaat van start. Waarom film je nou mij? Oké, het plan werkt zo. Ik stel Dirk zijn boekje, ik ga naar de wc en ik smeer de poep in. Hij zit erin. Ik. Waar is dat boekje? Oh, man. Ik zeg je eerlijk, ik ging net proberen te zoeken de bladzijde. Maar hij was al zo vastgeplakt dat ik hem niet kon vinden. Ah. Dus het... Nee, wat is dit? Hij valt dit. Ik heb buik bij wat lachen, maar... Dit is echt een bizarre gay setting. Ja, je bent... Weet je, hoor even wat hij zegt en hoe hij eruit ziet. Dit is echt een bizarre gay setting. Er staat een heel dikke mouse outfit met zijn fucking kroontje. Ja, leg uit. Oké. Dit is de legende van de bruine bladzijde. Dat was het project waar we gisteren bezig zijn geweest. Ik heb jouw boekje gepakt. Ik ging schijten.
Toen heb ik allemaal schijt in een boekje af zitten weten. Ja, en daar heeft iedereen die gewoon vastgehouden. Ja. En het staat op film. Ja. Ik heb poep op zijn schoen. De... Poep in je boek. Poep in je boek. Yo, het is Michiel weer. En ik had jullie belofte gedaan. Bij de 500 abonnees zou ik mijn vriendin laten zien. En jawel, hier is ze. Vandaag. Hey. Hoe is het? We zijn er. We gaan op skivakantie. Duk, extreme right. Het doel wat we hebben is, we gaan nu La Douche vinden. Zo, moet niet gek worden. Zo. Ik ga vandaag enge jump maken, maat. Misschien breek ik vandaag wat, maar het is toch de laatste dag, weet je. We hebben lekker weekendjes schiet. Maandag gaan we lachen. Iemand, ja, kom aan. Ja, ja, ja. Ik pak hem wel. Geen stress meer. Kruisje staan. Hij is het is als een derde. Kruisje. Hé, maar heb je nou dat zalfje van je... Alweer in zijn boek. Hoe heet het nou? Je hebt toch je... Sperti. Nee. Sperti aan bij jezelf. Ja, de aan bij je... Hij kent het merk ook. Boys, dit is de bevestiging. Ik heb last van aanbijen. Hey, ben je ook zo'n aanbijenbijter? Gebruik nu Sperti aanbijenzalf. Dit is voor de lekkerste zorgen. En zorgen dat je lekker in kan zitten. Zorg voor het koortje. Houd Jimmy tegen! Hey, Jimmy! Jimmy, doe goed Jimmy, wel! Niemand zal rusten met jou, Jimmy. Doe rustig, Jim. Laat me gewoon mijn fucking vast aan doen. Jimmy, ga weg! Jimmy, doe rustig, jongen! 707, wie vertrekt dat? Holding on my heart and head. Falling
late night snackbar. Alleen maar zonnebrillen mogen op en snacken. Heb jij frituurpan bij? Frituurpan? Ga. Dat is echt een poephut. Gaaf. Me and the boys. Deze Audi trap. Dan gaan we door met de Audi trap. Oké, we gaan verder. Hoe laat is het? Oh wacht, ik heb hem zien op de Rolex. Ja. 46, schrijf je dat? God, dat is laat, hè? Dus boys, dit was eerst dag Gesso. Zijn we eerlijk? Het was een lauwe nacht, Gesso. Jullie mogen zelf invullen wat er is gebeurd. Boys. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Je zou maar op het balkon slapen. Poepen, maat. Nee, je kan me op. Ga je jij maar. Als je één drol in je laat, pak ik die drol en steek hem in je strop. Ja, sap. Moet jij je drol oppakken? Ja, dat boeit me niet, maar dan zit in jouw bek. Dat doe je toch niet. Ja. Maat. Laten we gewoon even fucking pitten. Zijn die fucking, ik wil gewoon even slapen. Hij vindt het zelf ook wel pissie. Hij moet pissie lachen, ik zie het hem. Hij ziet hem. Laat me heel even op energie komen, man. Hun gaan straks zeiken, hè. Om 8 uur s'avonds staan hun allemaal te janken. Ik ben kankermoe, ik ben kankermoe. He? Ga lekker naar je bed. Ga even lekker naar je bed. Laat mij even pitten hier, dan heb ik energie. Dirk, je bent zo kankers. Jeetje, jongen. Echt waar, eentje. Ik geef een hoek, jongen. Dan word je echt kanker, achterlijk bang van. En dan mag je niet terugslaan, hè. Dat is het uitlokken. Je zit nu uit te lokken, echt waar. De volgende klap is in de hoek, jongen. Daar word je kankerbang van. Die mag je niet teruggeven. Nu is het uit te lokken. Ik zeg het alvast, dat is een waarschuwing. De eerste persoon die me nog één keer haalt, die krijgt kanker in de hoeken van me. Laat me even pitten. Ik raak je niet aan. Oké, wie was dat? Ik ben het kruis. Wat ik zit hier, mogol. Ik geef een hoek als je klapte, man. Ik heb niks gedaan. Ja, of kanker. Ga even in je eigen kamer. Jullie allebei, jij ook. Jij bent net zo erg. Even naar je eigen kamer, maat. Denk je dat ik van hier op andere dag. Ja, dan moet je in de kamer op kruipen. Waarom gaan we ze allemaal hier fucking afterpartyen? Ga bij deze afterparty, maat. Waar is de kanker? Die krijgt het niet. Ik heb het niet gedaan, maat. Ga nu naar mij gebeuren, ik heb het niet gedaan. Waar de kanker slaai. Die krijgt het niet. Ga, Tommy. Maar, godverdomme, laat me pitten, maat. Godverdomme. Wat is er gedaan? Kankerpitten, iedereen ga eruit. Ga naar Tito. Ga naar Tito toe, ga daar choppen. Ga daar chillen. Ga niet hier chillen met z'n allen, ga maar niet.
Yes, you're from Groningen. Where are you from? Zeven uur of zo. Okay. Volgens mij is het nog eerder, man. Kun je hoe laat is zo? Zes uur, we staan hier met de Joko, we zijn pantje. Jou heb ik mijn vinger verbrand, ik heb mijn hand gekneusd. Kom eens mee. Kijk, dus het is. Je kan wel constant werken voor je geld toch, maar je leeft toch voor. Kijk dit, kijk het uitzicht, kijk het uitzicht. Wil jij financieel onafhankelijk worden? Volg dan mijn seminar. OGP seminar financieel onafhankelijkheid.com. En dan kan je ook gewoon zo leven als wij. Je kan werken voor je geld, maar wij laten geld voor ons werken. Ja, precies. Wij laten geld voor ons werken. Wij laten andere mensen ons kutwerk doen. Wij gaan dropshippen en shit. Snap je? Zodat wij hier kunnen chillen. Koop je fucking cursus. Koop je cursus bij ons, man. Wij lopen CBD joints te roken op Griekenland. Wat doe jij in de tussentijd? Doe some push-ups, man. You fucking wanker. Eh? Sparkling water. You're a fucking twat. I fucked your fucking sister. You know? Yeah. And this guy's Englishman. I'm an Englishman. I fuck everybody I want. I have no problem with anyone. Je bent niemand genoeg. Kijk, zie je nou binnenkomen. Top G. Escape the Matrix! Ik moet wel zeggen, ik rock het wel weer, denk ik. Nee. Ik ga dit kapsel... Bro, ik ga de eerste persoon zijn in... Nederland die dit kap echt zwaar gaat rocken. Dat wil je niet weten. Ik wist dat je gek was. Maar dit had ik echt een tijdje niet aan gedacht. Nou, dit. Hoe vond je het nou? Oh. Delightful. Really great. Hij bladde mijn trip. Ik voel mijn brein wegsmelten. Hij staat op, man. Kijk wat jij aan doet. Waar is die? Dit is mijn kapsel. Normaal gesproken vind ik het heel fattig. Maar als het om mijn haar gaat, trek ik hier de grens. De grens hier. Een soort boot of zo. Die teleurstelling in zijn ogen ook gewoon. Ja, ik vind het echt niet ding. Nee, ik wil nooit meer gaan. Ik kan echt janken op dit moment. Zo kut voel ik me gewoon. Ik moet lachen. Hij is steeds. Zo'n vieze lach. Oh, ja, Olie toch, ouwe. Dat doe ik mezelf aan. Zeg wel eerlijk, een brand wel, ouwe. Ja, zeker. Ja, dit is denk ik echt pure chemicaliën. In de huis mag zo meteen. Het brandt, jongen, daar word je echt achterlijk bang van. Wow, 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 wow. Wat? Ik heb contact met Evelien zo. Maar. Ik zeg echt dood. Ja. Laatste minuut. We gaan treffen. De eerste sessie eruit. Was. Het prikt echt fucking hard. Dat was echt bizar. Een spuur van. Oh. Ja hoor. Zo. Oh. Oh. Oké. Okay. Nou. What the fuck, man. Dat hebben we ook een keer gedaan, mijn haar blonderen. Eerste en laatste keer ooit. Gast, het ziet er oprecht nog wel dik uit. Ik vind het niet lelijk, man. Het ziet er echt wel dik uit, maat. Nou, ja, ik kan alles hebben, maat. Van die keiharde nee. Gel. Nee, 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 de broer van Mark Zuckerberg. Wat? Ik
Hier dadelijk nog. Dus ja. Deze steaks moet er allebei vol. Shorts, ik heb jouw bitcoin schijf gehackt. Ik wil dat jij mij minimaal 15.000 euro stuurt. Anders ben jij al jouw bitcoin kwijt. Anders neuk ik een kind. En neuk ik. Nee, nee. Ik neuk ik. Maat. Holy cow. Nee, dat zegt onze cameraman. Nee, dat zeg jij. Ik. En ik vind het niet mijn beste hand. Die is op. Ik wil het zeggen. Ik heb jouw bitcoin. Ik heb jouw bitcoin schijf gestolen. En als jij nu niet 15.000 euro terugbetaalt. Dan neuk ik een kind. Nee! Nee, dat doe ik niet! Oké, hoe vaak heb je gekakt vandaag, nou, maat? Ik zei net nog, ik denk dat ik darmkanker heb, want normaal scheid ik 1 in de 3 à 4 dagen. Dat is toch bizar? Hoe kan je 1 in de 3... Besef, ik scheid... Maat, vroeg iemand jouw fucking mening? Nee! Oké, Olly. Iemand vroeg mijn mening. Duim. Fast. Olly, maat. Ik heb net... 3 keer vla gekakt, het was heerlijk. Maar heb je vla? Wat voor vla? Wat nieuw je vla, chocolade vla, aardbeien vla? Chocolade vla met brokjes. En een soort van korfvlees, tresor, kan je even vergelijken. Tresor, het is Frans. Tresor. Voor de rest... Voor de... Hardcore wil even daar, jongen. Erik. Stoppen. Kijk die kop, maat. Holy shit. Dus de gast die nooit achter. Ik heb je broek er helemaal aan. Ik heb in je hand gebeten. Ja, ik merk het. Kan maar, zit ook echt. Tanden, maat. Ja, ik weet dat er zit gewoon bloed op je tanden, maat. Die gast is in mijn hand gebeten. Ja, er zit bloed op zijn tanden. Kijk dat, er zit gewoon bloed op zijn tanden. Kijk zijn hand. Eina. Dat kan niet waal. Oké. Ik ga lekker naar bed. We gaan ook naar bed. Abonneer alsjeblieft, want ik zie dat 50% van de kijkers niet abonneert. Ga je dit nou serieus doen? Ja. 50% van jullie kijkers abonneert. Ik even die serieuze roleplay, jongen. 50% van jullie kijkers abonneert niet. Zie je wat dat met deze jongen doet? Even zo. Ik doe het niet voor de abonnees. Hij eet zelfs mensenvlees daardoor, hè? Welcome to the skinny dip party. I rode my bicycle past your window last night. I roller skated to your door at daylight. Ga naar de duikplank. Gaan we nog de hoge duim van doen? Maar nou moeten we echt loesoe, man. Oké, we zijn in een nieuw segmentje hier in deze video. Dat is Xander, die gaat klagen over dure dingen. Xander is nogal gierig. Hij is een goudhandelaar. De krent. Nou, waar heb je over te zeiken? Hoeveel denk je dat ik hiervoor heb betaald? Hoeveel heb je ervoor betaald? Gok iets. 6 euro. Het is niet eens lekker. 6 euro. 11 euro.
En ik heb uit protest nog niet eens drinken genomen. Dat ik een hekel heb aan deze tent. Dat is een nugget, dat is een beetje. Dit hè? Gewoon normaal een friet. Dat is een euro per nugget. Dat kan niet duur, maar. We gaan zo, hey, we gaan zo een fles vodka halen. Nee, ik ga zo eerst een fles water halen voor 5 euro waarschijnlijk. Ik ben helemaal klaar met je. 3 minuten verder, zomaar hoor. Zit je vol? Nee. Heeft iemand iets te eten van ons laten liggen? Ja, een hele vieze tas. Die ga ik niet aanraken. En dat is van iemand anders. Zo, er komt een lucht uit die ding. Oh, het is de camembert. Cheese! Wallace voor drinken, man. Wallace voor drinken. Wallace! Hey, Wallace! Fuck, dat is mijn tas! Waarom ben je zo boos? Ja, gewoon. Ik ga betalen 40 euro voor 4 bier. Normaal let ik op, hè. Maar ik dacht, ik ga een keer goed mens zijn. En je ziet het. Nooit een goed mens zijn. Want je wordt gewoon genaaid van je bijster. Het kankerlijf. Heeft hij nog steeds zo'n horloge aan de verkeerde kant? Ja, ja. En die ring zo. Dan is hij nog steeds een kanker, maar gewoon. Ja. Oh. Hij kan echt niks. Ineens weer een andere stijl, hè? Kijk, van 707. Maar dat is mijn kwartaalcyclus. Ja, echt. Kijk even, wie... Kijk, hij is ineens weer een nieuwe stijl ingetrokken. Ja, wat is hij aan het doen? Hè? Ineens is het weer... Ja, wat moet ik voorstellen? Dit kan nog. Maar dat hij dat ding aan zijn fucking... Maar hij gaat... Hij knijpt hem, lul. Nee. En hij dat staat er wel. Ja. Dat kan nog, maar dat hij dat ding aan zijn fucking... Ja, Deze man dacht, ik haal even jas. Maar heel zijn kledingkast is er nog niet op aangepast. Ja, kijk, dit kon nog van kwartaal skater. En hij is weer overgaan naar kwartaal zakelijk. Maar dat past natuurlijk niet. Dus is dat echt kwartaal zakelijk of kwartaal skate? Ja. Dan dit, weet, kijk, dit kan nog. Kijk, dit kan. En dan... Luister, mensen die langer kijken, die weten dat ik toen al een keer zei van de kwartaal switch. Nou, er is weer een kwartaalswitch geweest, hoor. Kijk, hij had net geld voor een trui en die jas. Maar dat bleef toch al. Dat kan echt niet. Ze denken echt, dat is een kindermoordenaar of zo. Die moet van die puntschoenen om. Kijk, hoor. Hij is te goed. Hij hoeft niet op te letten. Wat zou je doen? Kijk, hij opent, hij doet niks. Kijk wat hij doet. Kijk wat hij doet voor steun. Hij opent, hij sluit, hij opent, hij gaat naar beneden, geen meldingen, klikt op WhatsApp, leest een appje. When the girls actually come to the party. Ja, dit is echt een girls actually come to the party. Gewoon vragen van pakken. Yes, als hij nu 6 komt aan, dan wordt het echt wel absurd. Chabos, we hebben vanochtend hebben we gewoon een vlucht gepakt en we zijn in Spanje. En je ziet het, Spanje. Duinen, weet je wel, waar gewoon neuk. Ja, dat dacht ik serieus ook al aan. Weet je ook altijd nog een vieze idee van dat al deze mensen hier gevoed en moeten douchen en schijten en pissen. Ze doen het allemaal, hè? Wat denk je van die zee, man? Dat er allemaal veel huidschil of zo. Gaat het wel, ik ga het water niet aanraken. Ik heb hem ook voor jou gekocht, man. Wat? Ik heb hem ook voor jou gekocht. Man. Ja, lekker houden. Echt kanker slecht, boys. Ga even wat tempo opvoeren. Nee, 0-0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Zie je? Ja. Hé, hey, was even aan, was even aan. Hier is niks, man. We moeten dieper, man. We moeten in de kelder. We moeten dieper. Oké, laten we even alleen, boys. Zo, wat zit er achter hem? Oh, zo, doe eens uit. Doe eens achter hem schijnen. Oh, kijk dat! Hij is best, want ik geloof dusdanig bij de geesten dat ik hem niet bang van maak. Echt een a cappella groep starten hier, man. Zo! Dit is fucking lang! Hey, kom! Dit is gewoon een rave! Dit is gewoon een rave! Dit is gewoon een rave aan de gang hier! Yo boys, eindelijk officieel. Wij gaan met z'n tweeën een roadtrip maken naar Italië. We gaan er een tering dikke reis van maken, dus geniet het. We gaan alles natuurlijk net als altijd weer filmen. Wie geht's in Deutschland? Hallo my Freunde. Deutschland. Oh. Wie geht's? Gassen! Dus we gaan zo gewoon even kijken hoeveel de jaren in zijn capaciteit heeft. We reden net al met moeite 130. Hij wil echt niet heel hard 160 houden, ding. Je wil niet weten wat voor benzine lucht in deze auto. Auto kapot. Auto kapot. We kunnen weer naar huis. Zo. Kutzooi. Godverdomme, we zijn nog ineens 4 uur weg. En het motorlampje brandt al. Heerlijk. We zitten nu pas te beseffen wat we aan het doen zijn. We zitten hier op een bankje in de Alpen, of ik weet niet wat het Alpen is. Proberen een hele fles op te drinken. Fles de man. Zodat we niet hoeven te slapen. In die kamer. Die er schreef. Maar wel met uitzicht, toch? Je weet het. En besef, we zijn nog op de helft en we zijn echt al helemaal van het topje. Die kamer van ons stinkt. Maar ik dacht gewoon dat jij je scheet had gelaten, maar dat was gewoon niet lucht. Die kamer ruikt echt naar stinkscheetjes. Dan kan je gewoon, we hebben ook al gezegd, we gaan geen wekker zetten. Maar als we wakker worden, gaan we gelijk weg. Gaan we gelijk kankerloos. Want het is te goor. We moeten zelfs ons bed nog opmaken. Want zo scares het hotel. Ah, Ik heb gewoon last van mijn keel, man. Kom. Mensen, welkom bij de Stinky Room Tour. Vandaag zijn we in het meest luxe appartement van Milano. Kom maar kijken, kijk. Voordat je ziet, lamp, mist. We hebben hier ook gewoon, kijk, allemaal mooie zeepjes. Hier, allemaal mooie plekken op de muur. We hebben een supermarktlamp. Dit bed zit vol met beestjes. Moet je kijken. Wat zijn de beestjes? Hier is het beestje. Bedbug 1. Dat is bedbug 1. Wil je nog meer? Laat het uitzicht niet vergeten. Laat het uitzicht niet vergeten. Dit is fenomenaal uitzicht. Kijk, wat we hier gaan zien is constructie. Wauw. We kunnen hier gewoon roken in het appartement. Kom mee. Hier man. Hebben we de douche. Allemaal schimmel op de muur. Hier ook nog allemaal onzin. We hebben een douchekop naast de wc-pot.
zodat je gewoon kan douchen terwijl je aan het schijten bent. We zijn de underground. We zijn op de free party underground race. Dit zijn clubs, man. Dit zijn echt... gewoon onder de stad. GTA nachtclub. Iedereen danst hier ook als een NPC. Heel deze auto ruikt naar kak als ik hem aanzet. Hier, ruik je dat? Zo'n prutlucht. Ruik je dat? Zeg je tegen de camera. Ik was sigaretten. Ik voel me ook echt voor het eerst in mijn leven voel ik me echt gewoon een crack junkie die sigaretten nodig heeft. Hij komt zo die auto binnenlopen. Heb je nog een aansteker? Ja, die heb ik. Mag ik die? Nee. Oh, je kanker, man. Geef die aansteker. Ja. Hey, Jelme. Hey. Ben ik niet draaiend geworden? Hoe doen we dit? Geen idee. Maar ik moet drogen. Ik ben draaiend. En we komen er nooit een taxi in. Ik wil echt gewoon eten. Ik ben nat. Maat. Wie de kanker heeft ook gedacht, hè, van... Oh, laten we hier even fucking fonteinen neerzetten, maat. Ik loop er gewoon zo kankerhard doorheen, maat. Ik wil gewoon eten. Ja, ik wil gewoon mijn taxi naar huis. We kunnen daar eten natuurlijk. Ja, dus gaan we eten halen, maat. Want ik heb helemaal geen zin meer om een kankernap rond te lopen. Maat, wat kun je dan? Proost. Dankjewel. Gaan we ergens heen? Hier staat Nico Moreno, René Zonneveld, Idir op een gemat. Ga het even vragen. Of ze een leuke avond hebben. Vraag het. Heb de ballen. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je weggestuurd wordt. The decision is in. En de winner of this match is Gijs Huis. Ja! Schatje, vind je me niet mooi dan? Vind je me niet meer mooi? Schatje! Er zit een schatje! Prank! Link even af dan, wat is dat dit? Ze wou gewoon zoenen! Zonlaska! Wow! Yeah! Hij is gay, hij is gay, hij is gay! De sekkiefisseerde kankerwoord! Omar, hoeveel chicks ga je nu fixen? Nu, nu. Niemand is veilig. Hoe gaat het tot nu toe? Je moet altijd positief blijven. Nooit opgeven. De eerste 10 dirties gewoon door.
Gezicht doet pijn. Ja, het is niet alleen mijn ogen, maar heel mijn pakken. Mijn lippen. Alles. Aan. Maar het is wel echt heel veel minder dan aan het begin. Aan het begin kon ik echt mijn ogen niet open doen. Hè? Ik voel me net een baby. Ja, dat ziet het er ook uit. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag doen we pepperspray. Avond ADE, lekker! Fire in the lap, pas op voor die dingen. Zo, die knal man! We gaan even een trucje doen. Dit is een trucje, dus dan ga je scheten, makkelijk water. Oké, hou dat ding open, hè. Want ik ga waarschijnlijk heel erg schijten. Je moet de wapen laden op deze manier. De ene blaast, dat ding anders is te rollen voor scheetjes. Zie je zelfs al in de derde wereld of zo in zo'n gat zitten. Jij zit dat en jij zit er weer nodig. Waar bleef die scheetjes, man? Het is heel altijd berucht en die werkt. Holy shit. Ben je oh nee! Dicht, dicht, dicht! Waar is de aansteken? Aansteken! Aansteken! Aansteken, waar is de aansteken? Rob, hij kan ook niet goed. We gaan knallen! Ja, die zit hierin hoor. Stop. Ja, dan. Magazijn open. Goed raar op, hoor. Oké. De Duitsers komen, we hebben niet altijd. Zwaai, draai, vuur! Zo! Tenminste. Ik zeg, we schieten gewoon uit de auto dadelijk. Ja. Daar is helemaal Hilletjeberg en aan de achterkant zit Kralingen. En als het overdag is, zie je daar ook de Kralingsplas. Dat is sowieso Den Haag. Ja, daar Den Haag. Ik wist niet dat New York zo klein was. Ja, mooi hè. New York. Wow, boys, in New York, boys. Hoe geblest zijn jullie, boy? God's plan. You among us all. What are you watching? Are you watching up my ass? Ik heb zo'n foto van zo'n reuterstudio gewoon in 707. Saf. Of iets anders. Identiteitscrisis. Oké, we gaan nu een foto sturen van mij naar Daan. Wacht, doe dit. Ja. Ik bedoel het lid. Nee, met het lid. Ja, maar dan weet hij dat de foto op als je een foto maakt. Okay. We moeten zorgen dat hij denkt dat ik er niet. Maar doe meer je boenda. Dit is te, want ik heb hier ook een rimpje. Ja, wacht. Iets minder. Ja.
Oh. Ja. Hij gaat sowieso geloven dat hij de chick is. Oh my god. Oké, we gaan hem nu gelijk naar hem sturen. Ja, nee, dat, het is weer. Het is weer raak. Maar stuur, kan je hem daar ook Douwe of zo sturen? Matthijs. Matthijs en Daan. Nee, want het is wat jullie hier doen. Zo, wie is dat dan? We gaan hem sturen. Ja, of een naam verzinnen ofzo, of zo. Ja, chick van Tinder. Chick. Oh. Nou, goeie of niet, goeie of niet. Sorry. Jawel, ouwe. Hele goede lichaam, denk ik. Oké, wat we gaan doen, we gaan nu Daan bellen. We gaan even doen alsof de meid even weg is. Dan zeg ik ga nog een foto sturen. En dan sturen we daar nog een foto van mij. Nee. Hey, Daan. Ben je trans? Maat, zij is... Vervelend. Goeie maat, ze is even snel douchen, maat. Maar zag ik die pikken. Waarom sluit je dan? Ja, want ze is hier gewoon, ik weet het, kamer verder. Maar ik kan niet hard praten. Ja, ik kan toch niet te lang praten. Maar ik wou even zeggen, maat, ik ga je zo nog een foto sturen. Je gaat deze niet beseffen, maat, deze boenen. Dat is echt te ziek voor worden. Ja, ik zag het nog gelijk, houden. Ja, maat. Dat was echt goed, hè, maat. Maat, ze komt er nu aan. Ik stuur gelijk foto, oké? Ik stuur gelijk foto. Ja. Hou snap in de gaten, Ik bel hem niet, hè. Ja! Wat zijn jullie? Ja. Wat? Je ziet wel echt dat ze goeie doen naar je. Bro, valt jullie op mannen, maat? Ja. Nee, echt niet. Hallo, dit is een bitch, joh. Dit maakt geen diepte. Maar ik vond wel een beetje raar als ze dat diepte in de hoofd had zitten. Ja, maar ik het was natuurlijk, gast. Zet, je praat ook in te zetten. Wil jij ook deze hypermoderne, nieuwe start-up, de Chardonnay Helmet? Ja. Hij is veilig voor op de scooter, je kan veilig op de scooter wijn drinken. Je hebt zelfs een kliksysteem. Kijk. Ja. Oh, je wil wat drinken dan? Ja, doe even wat drinken. Los. Kijk, hoppa. Oh, nee. Dat is marketing, jongens. Dat is marketing. Ja. Hij is bijna op. Je gaat nu, het laatste stokje gaat nu op beeld. Ik ben echt fucking zat. Wat gaat te ver? De muts. Vind je de mus lelijk? Ja. Ik vind de mus niet lelijk. Vind je de mus lelijk? Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind je lekker. Je bent een lekker ding. Het is zeg maar zo'n nachtmerrie-versie. Nou. Ja, doe ga je mijn vinger toch? Olly, we moeten even de video weer doen. Je moet even YouTuber spelen. Ah!
Ze zijn bunnieren aan het doen, op een heel andere manier. Echt niet, stop, laat ze dat nooit, laat ze direct stoppen, want zo mogen ze niet schieten op een bunny. Hey Olly, draai even rondje voor de camera, maat. Holy diddy. Oh, go! I asked your mother if you were at home. She said yes, but you weren't alone. Oh, sometimes I think that you're avoiding me. I'm okay alone if you've got something I need. Well, I got a brand new phone. You got a brand new. Ah. Oh, 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 oh. Het zou zo'n bucketlist dingetje toch? Je hebt een moet je even zien, man. Holy shit, man. Die rook is wel het ergste, man. Holy fuck. Laat maar zo staan. Laat maar zo staan. Staat hij aan? Wat is jouw outfit? James Bond. Wat wil jij? Kijk, hij zegt ik ben James Bond. James Bond. De loser versie. Wat heb jij nou weer aan? Hey, hoor. Dat kan je niet aan doen, man. Hoor wat zeg. Wat ben jij? James Bond. Met rode schoenen. Hey. James Stront. Hear my heart burn. Drowned and dreamt this moment. So overdue I owe day. Swept away I'm stolen. Let the sky fall and it crumbles. We will stand tall. Katie, Katie, we hebben alleen die normale cola gekauft. Duitsers zijn zo kut, jongen, ik zweer het.
Action!